30 Minutes Extra, nummer 1429, met een uitzending voor vandaag 4 oktober 2018. Dus de birthday van donderdag. Ik sla vanwege grote drukte vandaag de data een keertje over. Ja, ik zit trouwens te denken om de dagelijkse uitzendingen weer onder de naam Daily Minutes te gaan doen in plaats van Daily Minutes Extra. Dat lijkt niet zo'n groot verschil, maar door dat te doen kan ik er af en toe een Daily Minutes Extra Bits bij maken als extra uitzending. Het is bizar hoe commercieel je gaat denken als je steeds alle statistieken van zo'n uitzending ziet. Ik houd er eigenlijk helemaal niet van, maar de Daily Minutes Extra die trekken als ik ze 2 of 3 keer per week doe, de 2 keer zoveel luisteraars als de dagelijkse uitzendingen. Waarschijnlijk ook door de humor die erin zit. Ja, raak ik door dit soort denkwijzen gecorrompeerd? Ik sluit het niet uit. Als iemand die luistert dat opmerkt, dan ontvang ik graag een schriftelijke tik op mijn vingers. Notabene, vanwege dezelfde reden als gisteravond Slow Scan Radio gaat de wekelijkse uitzending morgen op PI3 UTR helaas niet door. Waarschijnlijk is dat ook volgende week nog het geval. Ja, we hebben 3 onderwerpen vandaag, namelijk de serie Zelfbouw en het vervolg van de serie over staatshoofd van een micronatie, Stuart Hill. De Daily Minutes zouden echter, het vervolg van de Daily Minutes zouden over een paar nieuwe onderwerpen gaan, waaronder crime, CQ, het recherchewerk bij de politie. En verder de wereld van de spionage. Nou, wie daarin geïnteresseerd is, kan vandaag zijn hart ophalen. Al in april blijkt er een kwestie in ons land te hebben gespeeld die nu pas naar buiten is gebracht. Ik heb het nog niet helemaal duidelijk, maar wat er wel naar buiten is gebracht, dat is een verhaal dat ofwel niet volledig is, ook wel erg onwaarschijnlijk. Maar wie weet wordt er in de komende dagen nog wel wat meer duidelijk. Wat is er gebeurd? Nou, om te beginnen kunnen we zien hoe Russische hackers eruit zien, want daar is namelijk een foto van. Niets alternatieve lieden met tatoeages of piercings of lange paardenstaarten, ook geen cloak- en daggermannen met een Stetson of een foute regenjas. Slechts 1 van de 4 lijkt op het eerste gezicht wat jonger en ze zien er vooral uit als brave huisvaders met een buikje in kleding die je in Nederland bij de Vibra of misschien net iets duurder zou kopen. Het ging overigens om Russische officieren binnen de betreffende organisatie. Het blijkt dat er in april 4 Russen dus zijn opgepakt en het land uitgezet. Die in april geprobeerd hebben via het wifi-netwerk van de organisatie OPCW die organisatie te hacken. Dat instituut bevindt zich in Den Haag en het was op dat moment bezig met onderzoek naar de vergiftiging van de dubbelspion Skripal en zijn dochter in Salisbury rond die tijd. De hackpoging die vond plaats op 13 april. De vergiftiging van Skripal en zijn dochter was 6 dagen eerder. Ja, vandaag was het de Nederlandse overheid en niet een wakkere krantenmedewerker die het nieuws naar buiten bracht bij monden van minister Bijleveld van Defensie. Er zal dus wel een reden zijn dat dit een strategisch moment is om dit te melden. Volgens verschillende nieuwsbronnen wilden de 4 vanuit een auto in het wifi-netwerk van de OPCW proberen te infiltreren. Dan moet ik daar even bij vertellen. Als geheime diensten je willen afluisteren, dan doen ze dat vaak door op afstand of zoals hier via wifi je internetrouter aan te vallen. De inlichtingendiensten hebben kennelijk een aantal bekende exploits of misschien nog wel beter onbekende exploits waarmee dat kan. Er zijn voorbeelden waarbij dat misging. Bijvoorbeeld bij een Nederlandse journalist een paar jaar geleden en zijn collega ging de aanval mis, waardoor duidelijk werd dat een dienst, niet bekend welke, bij hen in de gegevens wilde kijken. Bijleveld gaf vandaag een persconferentie over de zaak en Rusland gaf daar direct als commentaar op dat het om fantasieën ging. Volgens Bijleveld ging het om de GROE, die laatste letter is een kleine letter. Ik kende die afkorting niet, maar in het Engels heet deze organisatie Main Intelligence Directorate. Directoraat, nou ja, hoe je dat in het Engels zegt, maar voluit heet de organisatie Main Directorate of the General Staff of the Armed Forces uit de Russische Federatie. Het is dus de Russische variant van de MIVD. De organisatie is beter bekend onder de oude transliteratie uit het Russisch, GRU, maar is veel minder bekend dan de opvolger van de KGB, de huidige FSB. De onthulling door Bijleveld gebeurde vandaag ook uit de naam van de Nederlandse MIVD. Ik weet niet of dat in april gebeurd is of nu. Ik denk haast dat het nu is, anders hadden ze in april de Russen waarschijnlijk meer verteld dan de bedoeling was. Maar in elk geval is de Russische ambassadeur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden voor tekst en uitleg. Dat is zoals dat in het internationale diplomatieke verkeer gaat. De betreffende Russen die zijn nog wel dezelfde dag het land uitgezet. Bij het persbericht van vandaag werden de betreffende Russen ook bij naam en nog meer details genoemd en hun foto's die werden dus ook gepubliceerd. Ze zijn niet gearresteerd omdat het hele verhaal een actie was van de Nederlandse contra-inlichtingendienst die zelf geen strafrechtelijk onderzoek kan instellen.
Wel eens de laptop van een van de mensen die bij de hackpoging werd gebruikt in beslag genomen. Onder andere was die ook gebruikt om verbinding te maken met andere landen, waaronder Maleisië, in verband met het onderzoek naar de ramp met de MH17. Waar de Russen van de leverantie van de raket die dat veroorzaakt heeft, worden beschuldigd. Men neemt het hoog op. Premier Rutte en premier May van Engeland die noemen de aanvallen onaanvaardbaar en een destructieve actie. En ook NAVO-baas Stoltenberg laat zich in vergelijkbare woorden uit. En ook vanuit de VS zijn er vergelijkbare uitingen. Ja, er zijn toch een paar dingen die mij op het eerste oog een beetje kriebelen. Om daarmee te beginnen. De Russen die zijn op dit gebied vast geen frisse jongens. Zo is in het verleden ook wel eens gebleken. Ik zeg dit dus absoluut niet om ze vrij te praten. Maar toch, 4 Russische officieren die zich in Nederland laten arresteren, vind ik al getuige van een soort amateurisme dat ik bij een dienst als deze niet bij de Russen zou verwachten. Integendeel, de Russische inlichtingendiensten behoren samen met die van Engeland, Israël en die van de VS tot de meest professionele van de wereld. Je zou haast denken dat ze zich hebben laten pakken om een punt te maken. Ik heb nog niet zo'n precieze kijk op hoe dat bij zo'n inlichtingendienst gaat. Daar kunnen best ook wel klunzen rondlopen, maar opmerkelijk blijft het. Ze zijn met z'n vieren en er staat er niet eentje op de wacht om ervoor te zorgen dat er niet op zijn minst eentje met een laptop op de loop gaat. Maar goed, je weet het niet. Het kan in de komende dagen nog wel blijken dat die man met de laptop het struikgewas in is gerend, maar daardoor een dienstklopperige bromsnor zijn weg versperd zag. Waar ik iets meer van weet is het hackerswereldje. Als je dat echt niet wilt, dan krijgen ze die gegevens zoals dat er ook bij de openbare aanklagers over MH17 in Maleisië een hackpoging is gedaan, niet onder ogen. Ik bedoel, als je dat doet, zeker voor een overheid, dan wist je dat. Maar goed, over hackers. Ik bedoel, in Nederland en andere landen kun je beter niet je sporen uitwissen als hacker. Want dan zeggen ze dat je het politieonderzoek hebt gehinderd, dan werk je niet mee en krijg je daar nog extra straf voor ook. Maar deze heren hadden vast wel verwacht dat ze nog dezelfde avond op het vliegtuig naar huis zouden zitten. Die hoeven dus niet bang te zijn voor extra straf als ze hun sporen proberen uit te wissen. Met de weinige details die ik heb, het kan heel goed dat het een stelletje tussen aanhalingstekens welwillende officieren zijn geweest die geheel op eigen houtje deze hackactie op touw hebben gezet. Dat kan natuurlijk heel goed. Maar veel waarschijnlijker is dat de Russen dit doelbewust zo gedaan hebben, zo van lekker puh, dit zijn de dingen waar we toe in staat zijn en die we vaker en misschien wel op veel slimmere manier gaan doen in de toekomst. Volgt nu deel 8 van de serie over zelfbouw. We hadden het gisteren over de weerbarstige driepoot, de transistor. Zo'n transistor gaat, als hij niet in toom wordt gehouden, bij een oplopende temperatuur heel snel op de loop, waardoor de transistor zichzelf uiteindelijk kan opblazen, omdat met oplopende temperatuur ook de stroom oploopt, waardoor de temperatuur nog weer verder stijgt enzovoort. Ik meldde gisteren al dat een remedie daarvoor is om de transistor op zijn minst voor gelijkstroom een tegenkoppeling te geven. Er ontstaat dan een evenwicht dat blijft bestaan, ook als de temperatuur van de transistor door de stroom die hij gebruikt of door de omgeving verandert. Een veelgebruikte manier om een tegenkoppeling te bewerkstelligen is om de emitter niet meteen aan de massa te solderen, maar om dat via een weerstand te doen. Van de emitter gaat dan een weerstand naar aarde en die zorgt ervoor, de aarde CQ de min, en die weerstand die zorgt ervoor dat de stroom niet oploopt. Het is dan ook nodig dat de basis op een spanningsdeler wordt aangesloten en niet alleen op een weerstand naar de plus toe. Als nu de versterking toeneemt, dan neemt net als eerder ook de stroom weer toe. Bij een grotere stroom, door de zo pas genoemde emitterweerstand, krijgt die weerstand een hogere spanning. Echter, door de spanningsdeler aan de basis is de spanning op de basis redelijk constant. Wanneer de emitter dus door de oplopende stroom op een hogere spanning komt te liggen, dan wordt dus het verschil tussen de spanning op de basis, die dus constant was, en de spanning op de emitter kleiner. Door dat kleinere spanningsverschil loopt er minder stroom van basis naar emitter en dat zorgt er weer voor dat de toenemende stroom door de transistor wordt gecompenseerd. De schakeling die we nu hebben, die heeft voor wisselstroom echter niet zo heel veel versterking meer vanwege deze tegenkoppeling. Dat laatste lossen we op door een ontkoppelcondensator van emitter naar massa te schakelen, dus parallel aan de weerstand. De gelijkstroom komt nu de weerstand van de emitter naar massa tegen, maar wisselstroom passeert de weerstand ongehinderd via de ontkoppelcondensator naar massa. Er zijn meer mogelijkheden om ditzelfde te bewerkstelligen. Al die methodes hebben hun eigen voor- en nadelen. Ik wil nog wel een tweede methode behandelen, omdat daar een stuk minder onderdelen in zitten. Bovendien kan de emitter op die manier rechtstreeks aan de massa worden gesoldeerd, wat bij bouw zonder printplaat in de zogenaamde spinnenwebconfiguratie een aantrekkelijke optie is. Bij deze methode neem je een weerstand van bijvoorbeeld 4K7, die gaat van de plus naar de collector. De emitter die gaat dus rechtstreeks aan massa, vervolgens gaat er een relatief hoge weerstand, ergens tussen de 220 kilo-ohm of de 1 of 2 mega-ohm, van de collector naar de basis.
De eerstgenoemde weerstand, dus die van de collector naar de plus gaat, vormt hier tezamen met de transistor een spanningsdeler. De weerstand naar de plus is de bovenste weerstand van de spanningsdeler. De overgang in de transistor van collector naar emitter is de tweede weerstand. Laten we voor het gemak even stellen dat de spanning op de spanningsdeler op de helft van de voedingsspanning ligt. Als de collectorweerstand dan 4K7 is, dan is de transistor dat in dat geval dus ook 4K7. Van het midden van deze spanningsdeler, bestaande uit de transistor en een weerstand, gaat er nu dus een heel klein beetje van die spanning op de spanningsdeler naar de basis toe, via die hele hoge weerstand. Als nu de transistor door de toenemende temperatuur op de loop gaat, dan gaat er meer stroom lopen door de spanningsdeler van 4K7 en de transistor van collector naar emitter. Dat wil zeggen dat de weerstand die de transistor binnen de spanningsdeler vormt, omlaag gaat. Daardoor gaat ook de spanning die halverwege de voedingsspanning lag, omlaag. En vanwege die tweede hoge weerstand van collector naar basis, gaat bijgevolg ook de stroom van basis naar emitter omlaag. En dat effect zorgt er dan weer voor dat de transistorversterking niet meer verder toeneemt. Een nadeel van deze tweede methode is dat er hier sprake is van tegenkoppeling van zowel gelijkstroom als wisselstroom, dat is in tegenstelling tot die eerdere schakeling. Deze schakeling zal dus iets minder versterking geven dan de variant die ik hiervoor noemde. Deze tegenkoppeling zorgt echter wel ook voor minder vervorming en niet te vergeten ook wat minder ruis. Plus daarnaast de besparing van zowel een weerstand als een condensator, waardoor er bij spinnenwebbouw een stuk makkelijker te maken is. Volgende keer gaan we het over ontkoppelen hebben. Ontkoppelen van de voedingsspanning, dat is bij zo'n schakeling belangrijk. En het ontkoppelen van de invloed van hoogfrequent op de schakeling. Dit is deel 2 van het ongelofelijke verhaal over de Engelsman Stuart Hill, die aan het hoofd staat van de micronatie Forvik. In deel 1 probeerde Hill, 56 jaar oud, met waaghalserij op de Noordzee geld in te zamelen voor een liefdadig doel, waarbij iedereen dacht dat hij om zou komen, maar dat gebeurde niet. Hij sloeg een poging om hem te redden, sloeg hij af. Hij had helemaal geen hulp nodig, zei hij. Maar vanaf de kust bleven de telefoontjes binnenkomen, waarbij de mensen steeds dachten dat hij het niet zou redden. Dus korte tijd later ondernamen de kustwacht en de reddingsdiensten alsnog diverse pogingen om Hill, wiens boot inmiddels door een groot gat lek was geraakt, waardoor ook de marifoon het niet bedeed, uit het kolkende water te redden. Maar Hill bleef halstarrig iedere vorm van hulpverlening weigeren. Uiteindelijk moest hij na dagen toegeven dat de boot waarvan hij zei dat hij onzinkbaar was, inmiddels zo'n groot gat in de romp had dat doorgaans zinloos was. Wat hem een duwtje gaf was de mededeling dat alle reddingsacties voor hem inmiddels een fortuin gekost hadden. Niettemin bleef het bootje drijven terwijl het naar het strand van Cromer werd gesleept, nog altijd slechts zo'n 100 kilometer noordelijk van waar hij was begonnen. Met daarna zelfstandig naar de haven varen van de Maximum Exposure veroorzaakte hij opnieuw grote commotie bij de hulpdiensten door zonder functionele marifoon rondjes te gaan varen in een van de drukste scheepvaartroutes rond Engeland. Iets later tijdens zijn tocht voer hij overigens door een verboden zone die door tornadobommenwerpers van de RAF gebruikt werd op dat moment om met scherpe munitie te oefenen. Maar goed, toch bracht de barre tocht heel nog tot bij de Shetland-eilanden, waar zijn schuitje in de 7 meter hoge golven zo'n 80 kilometer ten westen van de eilanden uiteindelijk kapseisde. Het lukte hem niettemin van onder het op de kop liggende scheepje met zijn satelliettelefoon de hulpdiensten te waarschuwen. Het duurde vervolgens een uur voordat hij uit zijn benarde positie kon worden bevrijd. Het was inmiddels augustus. In het ziekenhuis waar hij een nacht moest blijven en voor onderkoeling werd behandeld, vertelde hij zo spoedig mogelijk zijn tocht te willen hervatten. Hij vertelde een dag later spijt ervan te hebben gehad de hulpdiensten te hebben ingeschakeld. Hij had het onder de boot waar hij was makkelijk tot de volgende ochtend kunnen uitzingen. En als het weer dan was opgeklaard, dan had hij door zichzelf uit de misère te verlossen de wereld nog wel eens laten zien hoe zo'n kleine man toch tot zulke grote dingen in staat was. Volgens de hulpdiensten had hij echter extreme mazzel gehad het avontuur te hebben overleefd. Ook de kritiek achteraf dat zijn actie de hulpverleningsdiensten veel meer geld gekost had dan zijn hele inzameling had opgeleverd, wuifde hij weg. Hulpdiensten zijn nu eenmaal om te gebruiken en alle kosten die er gemaakt zijn betreffen hooguit alleen de dieselolie, stelde Hill. Het hele drama leverde hem in de Engelse pers de bijnaam Captain Calamity op, kapitein Rampzaligheid. Overigens in september 2008, toen hij al aan het hoofd stond van zijn eigen micronatie, werd hij nabij Shetland opnieuw gered van een vaartuig gemaakt van triplex, dat door mensen die het gezien hadden als bouwval werd beschreven of als drijvende kledingkast. Zonder radioapparatuur of zwemvest werd hij in zwaar weer gered uit een van de gevaarlijkste wateren van het Verenigd Koninkrijk nadat hij via zijn mobieltje de hulpdiensten had gewaarschuwd. Volgens de hulpdiensten was na dat eerste telefoongesprek de batterij van het mobieltje van Hill leeg geweest. Toen hij aan wal ging, liet Hill de toegestroomde journalisten weten dat hij hoopte dat zijn boot nog kon worden geborgen en dat hij zeker van plan was om die nogmaals te gebruiken.
morgen meer. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Let op, er is een nieuwe URL waarop je de Daily Minutes kunt beluisteren. Dat is dmr.li. Net als de modulatiesoort DMR en dan .lima India. dmr.li. En microfoon naar retour.